Het CAS Leadership in a Day seminar is vandaag afgesloten in het IGSR Staatsoliegebouw. Het tweedaagse seminar was gericht op leiderschapsontwikkeling binnen organisaties, teams en bij individuen. Het thema vandaag was leiderschapsontwikkeling voor jonge leiders. De doelgroep was studenten van de verschillende HBO-instellingen en de universiteit. Keynote-spreker was de Nederlandse leiderschapsguru Ben Tichelaar. Ook diverse Surinaamse experts hebben de Surinaamse context van leiderschap en hoe leadership zich ontwikkelt geschetst. Minister Ildis Polak-Biegli van Buitenlandse Zaken opende het seminar. De bewindsvrouw, die zich ook als een jongere leider heeft ontwikkeld, had enkele tips voor de studenten. En het eerste noemde ik er iets eerder, maar ik wil het in de ref opnoemen. Nederigheid, een nederige vastberadenheid, beter gezegd. Een nederige vastberadenheid, dus dat je op je doel afgaat, maar dat je ook ooit boos om je denkt, bah. Nee, met een nederige manier of vorm. En daarbij noemde ik eerder wat José Martí zei. Het tweede is het schrijven en vaststellen van doelen en zaken. Eigenlijk het vastleggen van wat je graag ziet. En het derde is een vast vertrouwen in datgene waarin je gelooft. En voor mij is dat God. Ik heb gewoon een vast vertrouwen in God en het feit dat Hij goede dingen voor mij heeft weggelegd. Het seminar is georganiseerd door het Kennis- en Expertisecentrum KES. Het centrum zet zich voornamelijk in voor leiderschapsontwikkeling in Suriname. KES-directeur Robbie Rijssel verzorgde een inleiding met als thema Leadership is Influence. Volgens Rijssel kan je alleen een goede leider zijn als je invloed kan uitoefenen. Wat leadership is invloed. Weet je, iemand, een leader, heeft zijn grootste, wat het belangrijkste wat hij doet, is beïnvloeden. En wij zeggen, een leader is een influencer. Hij is een influencer, hij beïnvloedt. Maar laten we even kijken, hoe beïnvloedt hij? Of daarvoor. Weet je, Ildis? Ze heeft, zonder dat ze zelf weet, heeft ze dit behandeld. Hè? De four levels of leadership zeggen ons, één, je begint, je hebt personal, bij jezelf. En alles valt en staat met vertrouwen. If there is no trust, vergeet het. Trust, vertrouwen moeten we hebben. Robbie Rijssel, directeur van het Kennis- en Expertisecentrum KES. Hij sprak vandaag op de tweede en laatste dag van het Leadership in a Day seminar.